Goedenavond allemaal. Kunnen jullie mij goed verstaan? Um, ik heb um, mij geprepareerd op een uh, TED Talk. En als ik dat aan andere mensen uitleg, dan zeggen ze: Ga je een TEDx doen? Nou ja, zoiets. Um, bedankt voor de uitnodiging om hier te mogen spreken op uh, Tilburg University. Voor mij toch een uh, vrij onbekende campus. Um, ik wil jullie meenemen in uh, mijn uh, verhaal over um, de, de rol van de universiteit in de samenleving zoals ik die zie. Een uh, verhaal met uh, 26 briefjes en dat moet ik in 13 minuten gaan doen. En dat is een uitdaging voor een econometrist. Sowieso is dit een soft verhaal voor een econometrist. Mm. Um, ik wil beginnen met te zeggen dat er uh, voor mijn gevoel uh, op universiteiten fantastische dingen gebeuren. Um, zowel in het onderzoek als in het, uh, in het onderwijs. Dus, um, het verhaal is eigenlijk uh, positief. He, dus um, veel universiteiten, um, daar worden prijzen gewonnen. Daar worden dingen uitgevonden. Daar worden fantastische jonge mensen opgeleid. En dus we kunnen daar trots op zijn en we doen, als we kijken naar ranglijsten, ook fantastisch mee. Um, tegelijkertijd um, sprak ik vanmiddag met uh, Wim. En um, Wim is mijn uh, collega en uh, Wim is uh, een paar jaar ouder dan ik, hij is 49. En uh, Wim riep, liep achter een rollator. Wim is aangereden door een, uh, door een auto op een rotonde, ondersteboven gereden, en is zijn uh, korttermijngeheugen kwijt. Hij was een uh, getalenteerde wetenschapper en uh, is al een jaar uit de relatie. Ik had hem heel lang niet gezien. Ik wist dat hij een ongeluk had gehad. En ik heb vanmiddag langdurig gesproken met Wim. Dat is ten koste gegaan van mijn voorbereiding. Maar het leek mij passend bij mijn verhaal. Ik vroeg aan Wim: hoe is het je het afgelopen jaar vergaan? Nou, niet makkelijk. Ik heb gerevalideerd en dat is hard werken. En ik vroeg aan hem: hoe heeft de universiteit erop gereageerd? Hij zei: Ik heb nog niet eens een telefoontje gehad. En dat deed mij pijn. Uh, want uh, blijkbaar uh, zorgt de universiteit uh, niet voor mensen, en daar heb ik ook onlangs uh, over geschreven. Dus er gebeuren fantastische dingen op, op universiteiten, ook in Tilburg, ook aan de VU, ook aan de UvA en ook elders in het land. Maar er uh, zijn ook uh, situaties zoals uh, met Wim. Uh, ondanks al die positieve situaties, of al die positieve dingen op universiteiten uh, en uh, in het onderzoek en in het onderwijs, en uh, niet alleen vanwege Wim, maar ik vind het dat het onze plicht is om kritisch te blijven kijken naar de rol van de universiteit in de samenleving. Het zou onderdeel moeten zijn en blijven van de academische dialoog. En die plicht, die plicht om kritisch te kijken, die plicht die roept mij altijd hard. En al een paar jaar heel hard. En dat komt omdat nou ja, ik ervaar aan de lijve om mij heen dat we heel veel last hebben van het neoliberalisme. Dat we heel veel last hebben van een aantal aannames in de samenleving, waarvan ik er een aantal met jullie wil delen. En die maatschappij ontwrichtend zijn en ook cohesieontwrichtend. De eerste is meten is weten. De tweede is: als je iets niet kunt meten, dan is het er niet. En de derde overtuiging is, is dat je alles moet weten. En wel meteen instant niet weten is op universiteiten een doodzonde. En Ik denk dat juist onwetendheid, onwetendheid een hele belangrijke input een brandstof is voor hulpvaardigheid, dienstbaarheid. En uh, voortgang. Die, uh, neoliberale schreeuw, um, die neoliberale schreeuw voor, die, 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 die is uh, intimiderend. Er wordt geschreeuwd om prestaties, individuele prestaties. Uh, meer en meer en meer. Je moet excellent zijn. Dat is intimiderend. Dat is uh, verpletterend. Dat is uiteindelijk ook uh, ziekmakend. Maar niemand die protesteert. Maar heel weinig. Heel weinig mensen protesteren. Waarom? Omdat als je protesteert, ben je een verliezer. Ben je een verliezer? Dan heb je verloren. Dan heb je het niet gered. Want je moet mee in het systeem. En mijn overtuiging is: de universiteit, de universiteit, zijn universiteiten hun vrijheid kwijt. En dat is iets wat, het, wat de belangrijkste verworvenheid is van universiteiten. Er gebeuren fantastische dingen, maar je hebt ook WIM en je hebt ook druk. De universiteit is: er is eigenlijk, en dat schreef ik vanmiddag op, een heel belangrijk commando tegenwoordig of een hele belangrijke reflex op universiteiten, niet alleen in teksten. Maar overal. En dat commando is zoek en vervang. Niet alleen in Word, maar overal. Veel flexibele, een grote flexibele schil, weinig vaste aanstellingen, weinig zekerheid, veel druk. De universiteit is eigenlijk een karikatuur geworden van zichzelf, is mijn overtuiging. Met prachtige voorbeelden, met mooie teksten, soms zelfs met Brani, zoals in Amsterdam. Maar uh, tegelijkertijd ook, uh, is de universiteit, uh, en ik uh, begreep dat jullie uh, rector vanmiddag het heeft gezegd, misschien geïnspireerd door de aankondiging van deze Tabex. Uh, de universiteit is naar mijn mening uh, te veel een publicatie, publicatiefabriek geworden en een uh, intensieve studentenhouderij. Dat klinkt uh, negatief, maar soms moet je ook uh, provocatief zijn of uh, stevig. En uh, dan maar verliezen. Um, en ja, waarom verandert er dan niks? Nou ja, omdat er veel stilprotest is. Je wordt gezien als verliezer als je protesteert. Maar er zijn ook die positieve voorbeelden. Daar hebben we ook last van. Dus er zijn positieve voorbeelden van prachtige uitvindingen, van Nobelprijswinnaars, van briljante studenten, van honoursprogramma's. Maar dat zijn maar enkele kopstukken van de academische gemeenschap. Ze houden feitelijk de verdere ontwikkeling van de universiteit en de evolutie van de universiteit in de samenleving tegen. Je zou het bijna kunnen zeggen, ze houden tegen dat we van good naar great gaan. En dat is mij net iets te populair, maar dat is wel wat ik soms hoor in onze faculteit als het gaat over de bedrijfskundigen. Ik denk dat er een kleine groep is die een groot belang heeft bij het in stand houden van het systeem zoals het er nu is, wat zich kenmerkt door dingen als performance management, perverse prikkels. En mijn mening is dat iedere vorm van performance management een directe bedreiging is van de academische vrijheid. Er is een kleine groep die, naar mijn idee, de vrijheid monopoliseert. Die alle vrijheid heeft, die dezelfde is, die het liefst onderzoek doet en zich verhoudt van onderwijs. Dat is een corvée-taak en vooruit. Als je dan toch onderwijs moet doen, dan maar scripties. Daarmee verzamel je nog data. Een kleine groep monopoliseert de vrijheid. En ondertussen is het een levendige community. Met veel, met ook positieve voorbeelden. Maar, naar mijn idee, ook met de mogelijkheid om een grote stap voorwaarts te zetten. Waarom proberen we niet de tijd te keren? De tijd te, te keren, zodat de, de processen van vervreemding... van onszelf, van elkaar en van de schoonheid van waarheid... Um, waarom proberen we die processen niet te keren? Ik zou daar um, geweldige voorstander van zijn. En het begint met uh, uh, het volgende. Einstein heeft volgens mij gezegd, als je um, denkt... Of als je doet zoals je ooit deed, dan krijg je wat je ooit kreeg. Zoiets is het. Dus volgens mij moeten we stoppen met het denken in termen van kerntaken. We denken nog heel sterk in termen van onderwijs, onderzoek, valorisatie. En er komt van alles bij. En er gaat eigenlijk nooit iets af. En ik zou willen denken in termen van de kernopgave. Wat is de kernopgave van een universiteit? Er was een tijdje voor de Vrije Universiteit een, een billboard. Een billboard met erop de tekst: Providing the foundation for a caring society. Ik zeg het in het Engels, het stond er ook in het Engels. Providing, providing the foundations for a caring society. Het sprak mij enorm aan, het staat er inmiddels niet meer. Daar stond een heel mooi woord op en dat is caring, zorg. Ik denk dat de zorg heel belangrijk is in onze samenleving en dat er gebrek aan zorg er bijvoorbeeld voor zorgt dat we zoveel aandacht moeten besteden aan een thema als veiligheid. Die zorg die zou centraal moeten staan in de kernopgaven van de universiteit. Dienen met zorg. Dat is niet soft, dat is spijkerhard. Dan wordt mij altijd gevraagd: waar moeten we dan morgen aan beginnen? En ik zeg altijd: ik vertel een groot verhaal en ik vertel geen verhaal van quick fixes. Maar vooruit. Ik zal drie dingen noemen. Ik denk dat we moeten beginnen met het introduceren van nabijheidsonderwijs: nabijheidsonderwijs. Dus geen afstandsonderwijs, nabijheidsonderwijs. De verhouding tussen het aantal studenten en het aantal wetenschappelijk medewerkers op universiteiten in Nederland is 1 op 11. Het kan ook 1 op 12 zijn, vooruit, maar nog steeds een prachtige verhouding. Mijn zoon zit in een sportklas met 27 leerlingen op de middelbare school. Dat is een hele andere kost. Er zijn dus mogelijkheden, volop, om te werken in, ja wat ik noem, werkplaatsen. Nabijheidsonderwijs, geen schoolsonderwijs, maar werkplaatserig onderwijs, zoals ik het eh, noem. Een tweede, die ik, een tweede maatregel die ik voorsta is wat ik noem de paradox van de kleinere, toegankelijkere universiteit. De kleinere, toegankelijke universiteit. De universiteit moet uh, toegankelijk blijven en, toeganke, en, en toegankelijk zijn voor iedereen. Maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat wij uh, bij, sommige men, bij sommige studenten te veel de motivatie moeten wakker kussen. De motivatie moet grotendeels uit studenten zelf komen. Zij moeten willen en wij moeten hen helpen om voortgang te boeken. Dat is, past ook heel erg bij mijn opvatting. Het gaat niet om output, het gaat om voortgang. Output heeft geen betekenis in de werkplaats. Um, ten derde moeten wij als universiteiten, um, wij hebben de sterkste schouders in de onderwijsketen. He, de, v, de PO, de VO en de WO-keten. Wij moeten niet onze schouders ophalen voor, uh, voor, de, voor het begin van de keten. Niet klagen bij het. Bij het uh, koffiezetapparaat bij de koffieautomaat van oh de instroom is weer minder geworden ze zijn nog slechter in wiskunde nee we moeten het voortouw nemen in de onderwijsketen verantwoordelijkheid dragen omdat wij de sterkste schouders hebben ik kom tot een, eh, tot, een eh, tot een besluit ik weet niet hoeveel minuten ik nog heb ik heb nog drie minuten um, zo gezegd prachtige voorbeelden op eh, Nederlandse universiteiten een prachtige positie internationaal Mooie voorbeelden in onderwijs, onderzoek en overal. En toch vind ik dat het nog beter kan en dat het beter moet. Dat we dat gewoon ook verplicht zijn aan, aan de samenleving. Ik zit te wachten op een universiteit die uit de rij gaat stappen. Die letterlijk zich bevrijdt van eh, de instituties die ons nu gijzelen en die ons de vrijheid ontnemen. Ik zou willen dat onze vrije universiteit voorop het voortouw wat er ligt neemt en zich opricht opnieuw. Als een baken van humaniteit. En dat is ook het thema van mijn, mijn pamflet. Humaniteit ontspant diversiteit en inclusiviteit, wat voor mij vanzelfsprekendheden zijn. En ik denk dat juist de aandacht die er gegeven wordt aan diversiteit en inclusiviteit een symptoom is van het neoliberalisme. En dat we eigenlijk niet moeten werken aan symptoombestrijding, maar dat we een nieuw verhaal nodig hebben. Een verhaal wat ik noem waarin de schoonheid van waarheid centraal staat. Waarin ik genoegen neem met reductionisme. Waar het niet per se hoeft te gaan om een uh, holistisch beeld van, van dingen. Reductionisme kan ook heel schoon zijn. Het gaat om de schoonheid van waarheid. Het gaat om de zorg van mensen. Ik pleit voor universiteiten die een baken van humaniteit zijn. Standvastig en menselijk. Waarvan we achteraf zeggen, zoals de Kelten dat vroeger zeiden, het is a thin place. Het is een plaats, de universiteiten zijn een plaats, waar de grens tussen hemel en aarde dun is. Een werkplaats waar gewerkt wordt, waar iedereen in community, waar mensen van elkaar leren. Studenten van, van docenten, docenten van studenten, docenten van docenten. Waar, leermeesters, waar het begrip leermeester weer een uh, betekenis krijgt. Ik ga voor een, voor een universiteit die de samenleving, de samenleving verheft met zorg en met de schoonheid van waarheid. Er zijn al heel veel lichtpuntjes op universiteiten. Ik zie ze al. Ze zitten we niet per se in het college van bestuur. Het zijn ook niet per se decanen. En ik zit erop te wachten dat er meer lichtpuntjes komen. En ik verwacht dat er op een gegeven moment een krachtig licht zal schijnen. Dat licht schijnt drie belangrijke dingen: duurzaam, sociaal, existentieel. Dank jullie wel. Ik heb er dan een vraag over? Um, ...de universiteit die in dat neoliberalistische, neoliberale project eigenlijk uh, voortgaat. Um, en wij moeten daar eigenlijk uitzien te komen, zegt u. Wat staat er volgens u op het spel als we dat niet doen? Wat zijn de grootste knel- of gevaarpunten die we tegemoet gaan? Ten eerste staat op het spel de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. He, dus uh, ik denk uh, dat uh, wat van Humboldt ooit in uh, Berlijn is begonnen... ...dat die verwevenheid van onderwijs en onderzoek in werkplaatsen... Ontzettend belangrijk is. En ik zie in toenemende mate een tweedeling tussen mensen die onderzoek mogen doen en mensen die dat in hun vrije tijd mogen doen. Dus als je niet genoeg publicaties in, in laten we zeggen, zelfbenoemde peer-review topjournals hebt, dan ja, er is er een bepaalde hoeveelheid tijd die wordt verdeeld. En laten we zeggen, die verdeling wordt steeds scheven. Dus je krijgt een steeds gevende verdeling. En, ja, dat gaat ten koste van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Twee is dat het, eh, zoals ik zeg, die eh, neoliberale schreeuw...